Pilatus ging weer naar de Joden toe en zei tegen hen: hier is hij weer. Begrijp mij goed, volgens mij heeft hij niets strafbaars gedaan. Jezus kwam achter hem aan naar buiten, met de doornenkroon op zijn hoofd en de rode mantel om. Hier is hij, de mens, zei Pilatus. Zodra de leidende priesters en de bewakers Jezus zagen, begonnen zij te schreeuwen: kruisigen, kruisigen! Neemt u hem dan mee en kruisig hem zelf, antwoordde Pilatus. Ik zeg dat hij onschuldig is. De Joden antwoordden: volgens onze wetten moet hij sterven, want hij heeft zichzelf de Zoon van God genoemd. Toen Pilatus dat hoorde, werd hij echt bang. Hij nam Jezus weer mee naar binnen en vroeg: waar komt u vandaan? Jezus gaf hem echter geen antwoord. Waarom geeft u mij geen antwoord? Vroeg Pilatus. Weet u niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of te kruisigen? U zou geen macht over mij hebben als God u die niet gegeven had, antwoordde Jezus. De grootste schuld ligt bij hem die mij aan u heeft overgeleverd. Pilatus werd door die woorden diep getroffen en probeerde een manier te vinden om Jezus vrij te laten. Maar de Joden bleven schreeuwen: als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer. Wie zichzelf tot koning uitroept, is een vijand van de keizer. Toen Pilatus dat hoorde, bracht hij Jezus opnieuw naar buiten en ging op de rechterstoel zitten. Die stoel stond op een stenen verhoging die in het Hebreeuws Gabbata heette. Het was 12:00 PM. Die avond zou de Sabbat van de Paasweek beginnen. Hier is jullie koning, zei Pilatus tegen de Joden. Weg met die man, weg met hem, schreeuwde zij. Kruisig hem! Moet ik uw koning kruisigen? Vroeg Pilatus. Hij is onze koning niet, schreeuwden de priesters. We hebben maar één koning, en dat is de keizer. Daarop gaf Pilatus Jezus aan hen over om gekruisigd te worden.